De selectie van Ajax werkte afgelopen maandag een bijzondere training af. In Aalsmeer werd er namelijk gestreden om het Amsterdamse zandvlooien toernooi, oftewel beachsoccer. En de onderlinge concurrentie was groot. Laatste plaats. Ik ben heel fanatiek. Dit potje is nu afgelopen, dus we spelen tegen het team dat laatst staat. Als we die winnen, dan zijn we er bijna en beker in de lucht houden. Iedereen is aan het voetballen, jij niet. Heeft dat iets met je blessure te maken? Ja, ik wil eigenlijk geen risico nemen met dat er iets kan gaan gebeuren. Dus doe het er rustig aan. Je hebt wel de tijd om iedereen te bekijken. Wie zijn de favorieten volgens jou? Mijn favorieten is toch wel het team van Feunen, Siem en Arras. Oké, jongens, dit is ook het hoogtepunt van het Amsterdamse zandvlooientoernooi. De hoofdprijs, de kampioen van het Amsterdamse zandvlooientoernooi hier in Aalsmeer. Hey, daar komt-ie! Aanvoerder Arras Özbili. Kijk. Bedankt zo. Hartjes mooi gedaan. Ja, dankjewel. Dus mag ik de mannen uitnodigen hier op het schavot? Deunen, gefeliciteerd. Was het een zwaar bevochten overwinning? Nee, toch niet. We hebben gewoon alles gewonnen en het ging vrij makkelijk.